episode. What's she got? Okay. Oreo. Oreo is meestal witte, toch? Ik ga weer wissel. Nee, want dan is het zwarte met twee witte Oreo-stukjes in het midden. Dat witte is toch altijd het lekker. Ja, dat is wel weer zo. Oké, dat gaat het filmpje niet over. Inderdaad. Welkom guys bij de Urban Oil Academy Daily Vlogs. We gaan het weer oppakken, maar deze keer je ziet de verandering al. We zijn geen Turk, Kane of Moody. Dus wij zijn de andere team die dit gaat overnemen. Dit is Stijn, dit is Justin, ik ben Nelson. Gaan we een paar dingen over onszelf vertellen. Een beetje trainen hier en daar. En dan laat even weten wat jullie vinden van deze video. Nou, ik ben Nelson, ik ben 15 jaar oud. Ik wil al een paar jaar vrienden. En sinds kort zijn we in ons nieuwe gebouw, de Urban Oil Academy. Zeker even langskomen. Link staat in de beschrijving. Dus ja, dat, meer heb ik niet te vertellen over mezelf. Gesproken. Ja, ook goed. Ja, nu jij nog, hè? Politiek. Nou, ik ben Stijn, ik ben 14 jaar oud. Ik zit ook al een aantal jaar te vrienden. Ik weet niet precies hoe lang. Maar ja, wat nu al zei, we zitten nu in een nieuw gebouw. Topgebouw. Topgebouw. Dus Justin, zeker. Stel jij jezelf voor. Ja, nou, ik ben Justin, ook 15 jaar oud. En zit ook al zeker meer dan 2 jaar te vrienden. Dus ja, en het is niet genoeg. Nee, ze is nog steeds niet genoeg. Weet je, ja, jullie kunnen nu al gekke verwachtingen van ons hebben of zo. Jullie gaan nu waarschijnlijk al denken, deze guys kunnen gewoon de bek op de grond. Nee. Zeker. We zijn nog bezig met trainen, maar we blijven zeker wel hard trainen om onze doelen te bereiken. Dus jullie kunnen wel veel verwachten na de oplopende jaren. Dus blijf zeker gewoon kijken, abonneer zeker even hieronder. En ik denk dat het even tijd is om even een rondleiding te doen. Om even lekker te trainen. En ja, om even te laten zien waar wij trainen. Precies, even een rondleiding. Is goed? Ja, zeker. Staan we in de Urban Oil Academy en moet je eens even kijken. We hebben hier een open area. Achter de camera moet je even kijken. Heb je een airtrack? Wajo, gek. Oké, nou, hier zitten we normaal gewoon een beetje matten in. Ja, fucking chill toch? Wil jij hier ook komen? Kijk even de website in de link in de beschrijving. Dan kan je gewoon ook even lekker komen trainen, 2 uur lang. Top hè? Okay. Kom even mee. Moet je even kijken. We hebben gewoon een klimmer. Wie kan dat zeggen in hun zaal? Hè? Geen van jullie. Wij hebben gewoon een klimmer, jullie niet. Bam. Kijk, kom, ga even naar boven. Weet je wat ook echt lekker is? Dat is fijn in de vloer! Ja, je ging wel mee. Domme slinger. Nee, jullie verwachten. Nou, dit is de Academy. Oké, nu gaan we trainen.
Hey, Loki. Nou, in ieder geval, zoals je ziet, we zijn in de hal. We zijn hier bij de Urban Hall Academy ingang. Nou, kom even mee, kom even mee. Nou, maar eerst even de wc's laten zien. Waarom ben je daar van? Dit is de All Greatest Urban Hall Academy wc. Oké, meer hoef jullie niet te zien, want daar moet ik gewoon kakken, oké? Dit is de meiden wc, maar niemand boeit het, geen meiden hier dan laten. Eigenlijk wel, kom maar gewoon naar de open gym, je mag gewoon lekker trainen. Dit is geen toegang, er staat hier wel een meisje. Alleen is het voor de coaches, leraren, werknemers, etc. Nou, kom maar mee. Nou, hier hebben we onze kleedkamer. Het gaat hier wel een beetje, sorry voor de audio. Belichting is niet zo goed. Ja, hier kan mensen even flesje drinken, even storen. Dingen worden ook weer, je weet wel wat kleding aan de middenhoud. Nou, dit. Kom even mee. Nou, dit is dan waar je dan je kaartje kan kopen of een lidmaatschap kan aanvragen. Nou, hier hebben we al op de hebben we iets staan. Niet te veel laten zien, anders krijg je copyright. Oké, okay. Nou, dan kom maar mee. Hierover. Zo staat. Geen toegang. Dus als je hier bent, hier niet achter gaan, want dit is alleen voor de werknemers. Ja, daar gaan we dus ook niet kijken. Nou, de lounge hebben we al laten zien. Dus dit is onze Urban Hall Academy. Boven hebben we nog heel geduld, maar dat heeft niks te maken met de Urban Hall Academy zelf. Dus willen jullie hier komen trainen? Kom gewoon een keer langs. Ik zal wel even reserveren, dus de website staat in de beschrijving. Kunnen jullie even bellen, e-mailen, noem maar op. Dan gaan we even trainen. Let's go! Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, that will knock me off track, no, no. Too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more. Laat mij rustig mijn broodje te jappen. Oké, Jamie Balletik. Wat heb je op je broodje? Stijn, wat heb je op je broodje? Wat heb je op je broodje? Wat heb je op je brood? Ik heb iets dat dezelfde kleur heeft als jou. Oh, chocopasta. Mag ik even kijken? De kijkers willen het vast zien. Dan kijken ze toch naar jou. Normaal. Dan kijken ze naar mij. Dan willen ze wel. Ja, want die wil je niet dubbel vouwen. Oké, okay, maar in ieder geval, omdat ik je film 2 aan het eten ben, je mag je Instagram opnemen. Ja, maar dat jou is het leuk. Stijn.Hendrik. Wat een goede gozer, kijk dat je in je spek zit. Oké, nou wat is jouw Insta? Jan Piet Snot. Oké, hij Jan Piet Snot op Insta. Nee, dan heb je op de hond samen ermee. Je bent zo wit, hij focust niet eens op je gezicht. Oké, ik ga je laten eten, Stijn. Zeg maar doei. Nou Justin, lekker trainingssessie gehad, joh. Zeker. Ja, gast. Is echt fucking niet normaal, ouwe. Is fucking chill. Best wel heet vandaag. Is fucking 25 graden binnen dan, hè. Ik weet niet hoeveel graden het buiten is, maar pretty warm. Ik weet niet of jullie in de zon staan. Ik doe even dit. Nou, ja, ik zweet me kapot. Ik heb ook wel een lekkere trainingssessie gehad, denk ik. Ja, ouwe, nou, ik vind het fucking chill. Laat me die scherm even draaien, dan weet ik precies wat ik doe. Ouwe, wat vind jij van? Voor onze eerste video. Ik vond het wel. Komen er nog wel vettere dingen aan, denk je? Sowieso. Ja, gast. Jullie gaan veel dingen zien, heel veel dingen. Het enige wat jullie echt moeten doen is abonneren, liken en gewoon delen op jullie social media en shit. Want dan komen er echt teringszikke dingen aan, of niet, boys? I mean, jullie gaan sowieso heel veel content hier zien bij de Urban Hall Academy. Dat sowieso. Dus daar kunnen jullie sowieso meer op wachten. Dus als jullie meer van dat soort content willen, laat het ook zeker even weten. We hebben net een paar lines gedaan. Er wordt een kleine edit. Maar laat even in de beschrijving weten welke line het beste was. Ja, dus je hebt Justin, je hebt Stijn of je hebt ik. Ja? En je hebt eentje met z'n drieën, maar dat komt nog wel. Dat hoeven jullie niet
Ja, die lijn mag jullie een cijfer geven. Wat denken jullie? Je moet een cijfer geven, die lijn, of niet? Vind ik een goed idee. Inderdaad. Nou oké, maar in ieder geval, we zijn wel in de prachtige omgeving Den Helder. Prachtig kan ik niet zeggen, maar prachtige omgeving Den Helder. Vlieg op mijn hoofd. Oké, maar we zijn gewoon echt kapot. Dus we gaan even uitrusten. En dan zien we jullie zo, denk ik. Right? Moet je nog wat zeggen tegen de camera? Dat je gestrainde... Nee. Hij wil zeggen dat hij een getraind buikje hebt. Dat hij heel veel chickies wil. Hij wil hele vele chickies. Hij wil die... Oké. Dus ja. Dit was wel de video. De eerste video. Nou, in ieder geval. Eigenlijk de vijfde video van de Daily Vlogs. Maar de eerste video waar je onze gezichten bij ziet. Want ik denk niet dat we... voorgaande video's op deze kanaal zaten. Ja, dan wel de aftermovie van Monster Jam. Dus als jullie die willen zien, dan ga ik het proberen ergens hier in de i'tje te krijgen. Dus bekijk die ook maar even. Zo. Staat niet in de i'tje, ga gewoon naar ons kanaal. En dan kan je alles van bekijken. En dan zie je wat er vooraf is afgegaan. En dan gaat gewoon bellen tijdens het opnemen. Oké. Maar in ieder geval, het was een chille video. Wil je meer zien, moet je zeker even abonneren, liken. Volg ons Instagram account. Nelson, laatst heb je FMA. Stijn Hendriksen. Deze is... Okay. Deze hier is... Skateboy Houston. Oh, hij wordt geklapt. Okay. Wil jij een schiermesje door je bal haar? Boy, Fionke! Oké, dit was de video. Dit gaan we vaker doen. Elke maandag komt er een video online, dus stay tuned elke maandag. Er komt later, in de voorgaande video's, komen er meer informatie qua de tijden. Want dat hebben we nog niet uitgevolgd, maar dat komt wel. Hebben jullie nog wat te zeggen over dit? En tot de volgende keer niet vergeten. En tot de volgende keer niet vergeten. Dikke, vette, doei!